Yo, Jesper hier. Ik wil jullie als eerste even heel erg bedanken voor de 300k abonnees. Dank jullie wel allemaal. Vergeet niet te abonneren op 10 en op dat belletje te drukken om op de hoogte te blijven van de allernieuwste video's. Dit zijn de 10 beste optische illusies ooit. Nummer 10. Negatieve foto. Focus je op de stip in het midden van het scherm. Het surrealistische kleurrijke landschap is getransformeerd in een zwart-witte afbeelding. Wanneer je wegkijkt of even knippert met je ogen, zijn de kleuren weer terug. Dit staat bekend als de illusie van de negatieve foto. Het ontstaat wanneer de receptoren in onze ogen moeten overwerken. Deze receptoren kunnen rood, groen en blauw ontvangen. Als je naar deze afbeelding kijkt, zijn de cellen die op rood reageren overzadigd en hun sensitiviteit is dan even kwijt, waardoor we alleen maar zwart en wit zien. Nummer 9. Bliefets. Dit is een bliefets, ook wel bekend als de vork van de duivel. Als je naar de bovenkant kijkt, dan zien we twee rechthoekige stokjes. Maar als je naar de onderkant kijkt, zul je drie ronde paaltjes zien. Wanneer je brein wordt geconfronteerd met een onmogelijk object als deze, dan probeert het een uitleg te vinden door het met een bekend voorwerp te associëren, zoals een vork. Het object kwam voor in een aflevering van The Simpsons, toen Lisa er eentje oppakte. Nummer 8. De Ebbinghaus-illusie. Zowel kleuren kan onze perceptie van maat ook beïnvloed worden door objecten in de omgeving. Dit is bewezen in de beroemde illusie bekend als de Ebbinghaus-illusie. Je ziet dat twee cirkels in het midden twee verschillende groottes lijken te hebben. Maar als je de buitenste cirkel weghaalt, dan zie je dat ze eigenlijk even groot zijn. Visuele aanwijzingen, in dit geval de buitenste cirkels, zorgen ervoor dat ons brein de verkeerde grootte interpreteert. Door grotere objecten aan de buitenkant te plaatsen, lijkt het object aan de binnenkant kleiner te zijn. En vice versa. Nummer 7. Grijze puntjes. Grijze puntjes verschijnen tussen de blokjes op dit raster, maar verdwijnen wanneer je de focus op één kruispunt. Wanneer we focussen op iets, dan kunnen we vormen en kleuren echt scherp zien. Maar als het deel van de oog dat voor periferische visie zorgt in een lagere resolutie werkt, waardoor het alleen een beetje vage vormen en kleuren kan onderscheiden, dan wordt het minder helder. Wanneer onze ogen weer focussen op het wit van de kruispunten, dan is het moeilijker om weer scherp te stellen. Nummer 6. De heringillusie. Je zou denken dat je naar kromme, rode lijnen kijkt die over zwarte lijnen liggen. Maar de rode lijnen zijn kaarsrecht. Het duurt een tiende van een seconde voordat het licht je netvlies raakt, om te begrijpen wat je ziet. Om dit te compenseren probeert het brein de toekomst te voorspellen. In dit geval probeert ons brein te gokken wat er zou gebeuren als we naar het midden van de zwarte lijnen gaan. Door deze beweging zijn we bijvoorbeeld in staat om te kunnen vangen. Nummer 5. Troxler. Richt je op het plusje in het midden en je ziet de lila cirkels die eerst wegvagen. Dit gebeurt wanneer ons netvlies oververzadigd wordt met lila. Dus het netvlies vervangt het met de vervangende kleur groen. In deze tweede versie van de illusie staan de lila cirkels stil, terwijl de rest van de ruimte verdwijnt. Door te focussen op het plusje wordt onze visuele neuronen afgehouden van dingen die stilstaan. En bewegende objecten worden opvallend. Nummer 4. Draaiende danser. Twee derde van ons zal de danser zien draaien met de klok mee, terwijl de rest haar tegen de klok in ziet draaien. Maar probeer eens te staren naar het plaatje en uiteindelijk zal ze van richting veranderen. Omdat het plaatje helemaal zwart is, krijg je geen diepte of visuele aanwijzingen, waardoor onze ogen het anders willen interpreteren op andere momenten. Door lijnen of schaduwen toe te voegen, wordt het duidelijker. Als je moeite hebt met het zien van de verandering, probeer het eens met een periferische visie te bekijken. Nummer 3. Draaiende wielen. Als je naar je scherm kijkt, dan zie je als het goed is een groep roterende ringen. Probeer je eens te richten op één van deze wielen. En je zult zien alsof het lijkt alsof het stopt met draaien, terwijl de anderen verder gaan. Eigenlijk kijk je naar een stilstaand plaatje. Onze ogen interpreteren ze als bewegend door onvrijwillige oogtrekken. Een andere verklaring is dat onze ogen zoveel heen en weer zien bewegen, dat onze bewegingreceptoren worden aangespoord zonder dat er echt iets beweegt. Nummer 2. Verwarrende kleuren. In februari 2015 werd het internet verdeeld door deze jurk. Is het nu blauw met zwart of wit met goud?
De jurk was blauw, maar het licht dat de jurk reflecteerde van de omliggende objecten in de foto zorgde voor verwarring in het brein. Hoewel het brein normaliter de reflectie wel kan overwinnen, was het in dit geval de achtergrond die het moeilijk maakte. Verschillende breinen negeren verschillende kleuren, waardoor er een enorme ophef ontstond. Nummer 1. Cafémuur. Deze illusie laat een muur zien van verschoven, donkere en lichte tegels. Maar in werkelijkheid zijn de tegels kaarsrecht. We zien de tegels zo scheef omdat er een grijze lijn tussen zit. Haal deze weg en de illusie is weg. Dit fenomeen zorgt ervoor dat neuronen in ons brein reageren op contrasterende kleuren van de tegels. De hersenen mengen de tegels die met elkaar overeenkomen in kleur, waardoor deze scheve lijnen ontstaan. Oké, de volgende video is echt heel erg bizar en die moet je checken. Dit zijn namelijk de 10 meest bizarre objecten die uit iemands kont gehaald zijn. Ben jij benieuwd welke objecten dit zijn? Klik dan op de video op het scherm, rechtsboven in de infokaart of op het linkje in de videobeschrijving. Vergeet niet te abonneren op 10 en ik zie jou de volgende keer. Tot ziens!